Ontdek de belangrijkste functies van de AirLink 2, onze nieuwe, intuïtieve en innovatieve verbonden tablet die de rijbeleving aanzienlijk verhoogt. De AirLink 2 zal in eerste instantie worden gemonteerd in de nieuwe S-Pass in een innovatieve configuratie met een grootstaand touchscreen van 8,7 inch. De schermdiagonaal van 22 cm zorgt ervoor dat u toegang hebt tot meer functies en een beter overzicht. De andere modellen van onze toekomstige serie auto's kunnen worden uitgerust met een 7 inch groot scherm in liggende modus. Een nieuwe functie op de AirLink 2. De belangrijkste functies worden bestuurd of bekeken vanuit uw systeem. Van het selecteren van de lichtsfeer tot het aanpassen van uw multisense rijmodus, inclusief bediening van de rijhulpmiddelen. Dankzij het verfijnde ontwerp is de AirLink 2 op natuurlijke en intuïtieve wijze te bedienen. Het ergonomische ontwerp wordt gekenmerkt door brede toetsen en duidelijk herkenbare knoppen. De duidelijke en korte menu's zorgen ervoor dat u het systeem gemakkelijk en snel kunt bedienen. De AirLink 2 schakelt bij het instappen automatisch in en ontvangt u met een speciaal welkomstbericht. Het welkomstscherm van de AirLink 2 bestaat uit 4 beginschermen. Het eerste scherm bevat de klok en informatie over het profiel, foto en naam. In de bovenbalk vindt u alle informatie met betrekking tot de ingeschakelde functies. De andere 3 schermen zijn volledig te personaliseren. Het hoofdmenu bestaat uit 3 zones. Het overzicht van de 6 domeinen die hetzelfde zijn voor al onze systemen: navigatie, multimedia, telefoon, apps, wat staat voor toepassingen, auto en systeem. De menubalk bestaat uit een terugknop en toegang tot het pop-up menu. En een vaste informatiebalk met alle informatie over het verwarmings- en airconditioning systeem. De AirLink 2 voorziet uw auto van connectiviteit door talloze gekoppelde services aan te bieden. Bij aflevering van de auto helpt Renault u met het inschakelen van uw services. Het pop-up menu is ter ondersteuning altijd toegankelijk vanuit alle menu's van de AirLink 2. In dit menu vindt u aanvullende en gerichte informatie. Vanuit dit pop-up menu hebt u toegang tot de gebruikershandleiding en een introductievideo voor de AirLink 2. U kunt bepaalde functies van de AirLink 2 bedienen zonder uw ogen van de weg te halen. Bijvoorbeeld het regelen van het volume via de schakelaar op de stuurkolom. Of het beantwoorden of beëindigen van een telefoongesprek met de knoppen op het stuurwiel. Afhankelijk van de auto kunnen enkele van de belangrijkste functies van de AirLink 2 worden geopend naast het scherm van het systeem. Bijvoorbeeld het beginscherm of snelkoppelingen voor rijhulpmiddelen. In de nieuwe S-Pass kunt u de AirLink 2 met de multifunctionele centrale bediening in het zwevende middenconsole bedienen. Sommige toekomstige modellen kunnen ook worden uitgerust met deze bediening.